Het is vandaag 8 oktober. En vanavond om 8 uur ga ik met school naar Frankrijk. Naar het zuiden van Frankrijk, Quillestre. En dan ga ik op sportreis. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen. En ik hoop dat ik zoveel mogelijk kan vloggen of laten zien. Dus. We zijn aangekomen in Quillestre. We zitten nu in ons prachtige hostel. Ja, dat hostel, pension, iets. We zijn gisteravond om 8 uur vertrokken en we zijn, hoe laat zijn we aangekomen? 1 uur. Nee, eerder. Nee, half 1 ongeveer. Half. Wat een mooie troep. Ja, kijk, het is echt super klein. Het is echt een gangje of zo. Ik weet het ook niet. En de spullen uitgepakt en zo. Hebben een uurtje geslapen hebben we ook nog. En toen gingen we spelletjes doen? Ja. Oh, we zijn ook nog uit eten geweest. We zijn uit eten geweest. Maar we gingen eerst spelletjes doen, hè? Nou, spelletjes. Ja. Roxy vloggen gaat echt super. We gingen spelletjes spelen, ja, van dat... We waren een beetje, ja. Ja, we zijn allebei echt heel erg moe. Nou ja, iedereen is eigenlijk moe, dus we hadden een beetje bij die spelletjes. Het waren wel leuke spelletjes, goed bedacht en zo, maar... Niemand had er zoveel zin in, vet en blablabla. Toen hebben we met echt super veel mensen Weerwolf gespeeld. Het was zo leuk, het was echt fantastisch. Het was zo gezellig. Zo leuk. En nu is het 12 uur en nu gaan we slapen en dat was dag 1. Hallo, het is nu dag 2 van het kamp. En het is nu 19:30 en over een kwartier moeten we gaan eten. Nee. En ondertussen hoor je het brandalarm afgaan. We gaan nu op weg naar... Wat gaan we nou doen? Ik fris dit Via Ferrata. Via Ferrata gaan we doen. En ik heb handschoenen aan de mussen, want het is buiten. Hoe koud? Ja, 3 graden of zo. Heel koud. Het vriest gewoon bijna, dus... Jongens. Komt goed, we gaan op wintersport. Ja, leuk. Zo ongemakkelijk dit. Maar oké, we zijn, Karin en ik... We zijn samen aan het biljarten, want nu zouden we, ik ben weer naar kwijt. Naar Via Ferrata gaan? Ja, dat. Dus dat langs zo'n rotswand klimmen. Met water. Nee, het ziet best wel cool uit, maar het probleem is ons bus moet gerepareerd worden. Dus we zitten hier echt al een half uur te wachten. Karen en ik zijn maar gaan biljarten, maar we hebben nog nooit gebiljart. Maar ja. Oh. De witte bal. We zijn nu op weg naar... Ik weet niet hoe het heet. Via Ferrata. Via Ferrata. Viva Ferrata. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Alles inpakken. Kijk, inpakken. Dit, nou ja, jezelf inpakken. Ja, dat. We zijn net klaar met. Ik ga. Het is echt wel de derde keer dat ik gewoon vergeet. Zo. Nee, je hebt dat bordje hier. Oh ja, Via Ferrata. We zijn net klaar. Het was echt heel mooi. We zijn echt tussen. Er van het dal hebben we geklommen. Ja, dat is echt. Ik heb heel erg naar mijn zin gehad. Ik ook. Vond je het leuk? Was je bang? Nee. Nee. Elise en Karin, waren jullie bang? Nee. Aan het begin heel even. Ik moest jellen en Bram. Maar daarna gaat het echt soepel. Ik weet niet, dan zit je echt in de boot. Op een gegeven moment ging ik gewoon jellen en Bram en daarna ging ik leuk verder. Ja. We zijn weer terug in het kamer. In het kamer! In het kamer. Ik ben moe. Ik ben heel moe. En gisteren hadden we Via Ferrata gedaan en wat nog meer. Mountainbiken, ja, het was een beetje een dilemma dat ik erin ging vloggen. Dus ik vond het een beetje raar om daar te gaan vloggen. Met z'n allen, maar dat heb ik niet gedaan. En ik ga zo vertellen waarom. Ja. Afrika, de enige hoekgroep gaat hiken, dat is dus
wandelen door de bergen. En de andere groep gaat klimmen op zo'n rotsmuur. Maar gisteren heb ik niet zoveel gevlogd. Want gingen we, via Verraten, dat is langs zo'n rotswand klimmen. Maar dat is amper te vloggen. Je zat helemaal vastgegordeld. En als ik kon filmen, dan zag je alleen de rotsen. Nou, ik denk heel boeiend. En daarna gingen we mountainbiken. Maar dat was wel mooi. Maar dan gingen we tussenstops maken. Maar ja, dan was het geen tijd om te filmen. Want dan gingen we weer door. En op een gegeven moment was ik zelfs gevallen. Echt fucking hard. Niet fucking hard, maar ik was gevallen. En toen gingen we zo de bocht om. En toen slipte ik weg. Dus mijn knieën liggen open. Mijn knieën, rechterknie, waarschijnlijk een beetje gekneusd. Schaafel op mijn ellebogen. Op mijn heup zelfs. Bovenop de berg, ja daar staat een kleine dwerg. Met een rood kaboutermutsje op zijn kop. Hij is daar zeker niet alleen. Kijk naar de bergen om hem heen. Ziet kaboutermutsje op zijn kop. Hij is daar zeker niet alleen. Kijk naar de bergen om hem heen. Nu aan het klimmen met z'n allen. En mijn taak van vandaag is... Ja, door dus al gezegd dat ik moet vloggen. Dus ik ga vloggen. Hoi yo, ik ga het zonder touw proberen. Watch me. En nu is Romy is aan het klimmen daar zo. Karin is aan het zekeren. Ja. Meer naar rechts, aan de rechterkant. Ik ben al geweest en ik ben ongeveer tot de helft gekomen, maar klimmen is niet echt mijn ding, denk ik. I feel so close to you right now. It's a force field. Oh, ik denk dat het leuk is. Lach wel mooi. Hey. Deze kei, hè, wat hè? We zijn net de rivier overgeklommen en ik ben in het water gevallen. Ik ben helemaal nat. Maar het is wel heel mooi hier. Nou, we zijn aan het lopen. Terug naar het plein. Ja. En we waren aan het hiken. Het was best leuk. We moesten dus de berg lopen. Maar we hebben niet zoveel gefilmd. Maar wat rijdt aan de kop. Wat? Zij de Floxy. Floxy! 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 Floxy gaat een nieuw kanaal beginnen. Floxy. We lopen allemaal met een touwtje. Ah, strand. We lopen allemaal met een touwtje. We zijn nu gestrand in de gang. En dat komt omdat onze kamer op slot zit en we zijn allemaal de sleutel kwijt. Dus we zitten maar hier zo te... Ja, we kwamen terug en opeens zit die deur op slot. Terwijl... Ja. Kei leuk. Ja. Hoi. Wat zijn we doen? Jullie de sleutel? Nee, die zijn we. Wie heeft je de sleutel? Nee, dat weten we niet. We zijn ondertussen weer terug in onze kamer. En we hebben net gegeten. We hebben net wraps gegeten. Was wel lekker op zich. We hebben ook, toen we terugkwamen van het hiken, hebben we zitten slapen. Echt Esmee heb in mijn bed gelegen, terwijl we z'n tweeën in bed lagen. Echt iedereen lag te slapen. Op een gegeven moment schrok ik wakker. Jongens, we moeten nog eten. Dus toen gingen we eten. En mevrouw Kop Jansen is terug. Mevrouw Kop Jansen die had de sleutel. Nee, wacht. De arm is uit de kom. Helemaal opereren zo. Dus het was best wel sneu. Maar nu is het er. Surprise. Dus superleuk. We gaan zo slapen. We hebben net weer over gespeeld. Een bonte avond gehad. Dat was best wel leuk. Docenten tegen leerlingen gedaan. Zo. Allemaal van die opdrachten. Ja, ze gingen op een gegeven moment Jules met persen. Dus moest op een gegeven moment moest een van onze leerlingen. Een van onze kindjes. Hoe noem je dat? Een van onze... Mede-collega's. Een van onze mede-collega's. Die moest gaan zitten met hun mond zo. En dan moesten alle moest gaan persen, gaan sjoelen in hun mond. En dat is zo dag. Grappig. Oh, dit is de eerste keer dat ik vlog. Oké, okay. Roxy is te moe om te vloggen. Dus ik mag het doen. Nou, het is dag 4. Het is dag 4 en we zijn in Turijn. Zal ik even filmen? Zo, wat is hier? We zijn weer onderweg naar de piercing shop voor Elise en Romy. We zijn net al twee winkels geweest, naar een juwelierswinkel en naar Six, maar zij is erbij van, nee, kan niet. Elise, hoe zit het met jou en de piercing? Het probleem is, je moet 18 zijn. Even boemen, hè? Vaak boemen. Oké, gaat u maar kloppen, mevrouw. Mijn pizza is niet rond. Hallo!
Nog twee, drie. Het is nu een heel leuk restaurantje, echt een beetje zijkant van. Het is zo harde praten. Torino, terrein. Oeh, kaas. Kaas. Oh my god. Pull up in the car. Mandema. Deze mensen drinken wijn. En ik niet. Het is nu 1:00 snel. We zijn net terug uit terrein. Ik ben 3:00 met de bus gereden. En nu gaan we slapen. Dus... Oh ja, en ik heb hem met ook vol, want de geheugen van de camera is vol. Crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't.